Kijkers, welkom bij de 6e aflevering van ATV COVID-19 Update. Het programma waar wij u informatie, inzichten en vooral updates brengen over COVID-19 pandemie, die Suriname ook in zijn greep heeft. Belangrijk deze periode, en het is zoveel keer gezegd, is blijf kalm. Blijf kalm, blijf in je huis als jij geen reden hebt om over straat te gaan. Hoeft het niet, blijf thuis. Let op je zelfhygiëne. Handen wassen doen we vaker deze periode. Let wel, zet liever bij de buitenkraan jouw zeep, zodat voor jij naar binnen gaat, jij jezelf reinigt, je handen was of ook gewoon met hand sanitizer. Hoest liever aan de binnenkant, in de binnenkant van je ellebogen. Geef geen handdrukken, geen brassas en geen bossies. Het virus verspreidt zich door nies- en hoestdruppels. Ook vandaag hebben wij een gast in de studio, maar wij zijn zo bij u terug. Dominee Michael Stewart is vandaag bij ons in de studio. Welkom, hoe gaat het met u? Het gaat goed, dank u mag wel. Uzelf even voorstellen, dominee. Dank u wel voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn om te delen in dit programma. Ik ben dominee Michael Stewart en in het dagelijks leven lege predikant, bezig met de geestelijke verzorging van militairen in Suriname en voorganger van de Trinitatis Lutherse Kerk. Dominee, de teller van geïnfecteerde personen in Suriname is nu op 8. Hoe ervaart u dat? Beetje angstaanjagend, omdat het je het gevoel geeft van dit gaat naar ergens, dit groeit. En je weet niet waar het naartoe gaat. Je houdt je hart vast dat de teller op 8 blijft of dat hij in ieder geval als hij stijgt, dat hij geen racecam heeft en dat heel hard gaat. Zodat we, dat er hier straks te veel slachtoffers zijn of besmettingen zijn. Maar we hopen dat het in ieder geval niet verder gaat groeien. Of ja. We moeten realistisch blijven en we weten dat er nog meer gevallen zullen komen. Oké, als dominee, wat zegt u? Moeten we bang zijn? Nee. Angst is eigenlijk, je zei net aan het begin, dat we kalm moeten zijn. Maar als je bang bent, kan je niet kalm zijn. Oké. Dus angst is iets dat we moeten vermijden. Maar natuurlijk is er in die gemeenschap zoveel informatie. We zijn overzadigd eigenlijk met de informatie over COVID-update. Je hebt valide informatie, je hebt ook fake news. Je hebt allerlei dingen, allerlei mensen die doktoren spelen en vertellen hoe je beter kan worden. Wat je moet gebruiken, wat je niet moet gebruiken. Dus als we niet weten om te gaan met al die informatie, dan kan het ons best in problemen brengen. Maar als we als gelovigen vanuit het geloven naar kijken, dan zeg ik, we moeten vertrouwen hebben op onze schepper, op de schepper van hemel en aarde, die ons geplaatst heeft hier op aarde met een doel. En die wil dat wij weten dat hij de controle heeft over de hele wereld, ook over deze crisis die de wereld op dit moment meemaakt. Als ik denk aan het verhaal uit de Bijbel waar Mozes de Israëlieten heeft verlost uit Egypte, doordat God hem er naartoe heeft gestuurd, de mensen uit slavernij heeft gehaald vanuit Egypte, de eerstgeborenen van de Egyptenaren. Die waren allemaal vermoord geworden, ze waren gedood, opdat het volk van Israël naar die bevrijding kon gaan. En als het volk van Israël op weg is naar die bevrijding, keren ze zich om en zien ze dat die farao, die koning van Egypte, achter ze aankomt met een heleboel mensen, een groot leger, om ze weer gevangen te nemen. En angst overvalt ze. Want ze hebben links van hen bergen, rechts van hen bergen en achterin komt de farao. Je zou denken dat deze Israëlieten die door God gered zijn, net uit de macht van de farao, een gebed zouden doen van, Vader, we zien gevaar achter ons aankomen, maar we zijn kalm, want we weten dat u ons hebt gered net uit een crisis. Dus u zal ons ook uit deze crisis redden.
Dat zou het gebed moeten zijn dat de Israëlieten zouden moeten doen. Maar dat gebed hebben ze niet gedaan. Ze raakten zodanig in paniek dat ze Mozes hebben uitgescholden. Je hebt ons weggehaald van de vleespotten uit Egypte. En nu laat je ons komen, laat je ons sterven hier in de woestijn. En de angst heeft ervoor gezorgd dat de mensen dan eigenlijk heel wat problemen hadden. Maar wij, wanneer we uit een crisis willen komen, moeten we weten dat er een God is op wie wij moeten vertrouwen, die alles onder controle heeft. En hij zal ervoor zorgen dat wij ook een oplossing krijgen in deze crisissituatie, wereldpandemie. Oké, dat wil zeggen, geloof in deze periode is zeer belangrijk, als ik zo naar u luister. Heel belangrijk. Geloof is altijd belangrijk natuurlijk, maar wanneer we in crisis zijn, in moeilijkheden zijn, dan mogen we weten dat we een God hebben die er als we op hem vertrouwen. En de regels die hij ons ook heeft gegeven, want God heeft ons geplaatst op deze aarde en heeft ons hulpmiddelen gegeven. Hij heeft ons hulpmiddelen gegeven en de hulpmiddelen die moeten wij gebruiken, aanwenden om onszelf uit situaties te helpen. Niet voor niets heeft deze gegeven, zoals gebed. Het is een hulpmiddel, we mogen ons daarmee in verbinding stellen met God, tot hem praten, tot hem roepen. Maar hij heeft ons ook regels gegeven. Hygiëne, goed met elkaar omgaan, voor elkaar zorgen enzovoort. Onszelf beschermen. Dat zijn dingen die God aan ons heeft meegegeven. Dus als we met die dingen te werk gaan of deze dingen gebruiken, dan kunnen we onszelf wel behelpen en door situaties, moeilijke situaties heen komen. Nou, u heeft gesproken over het gedeelte van geloof en u heeft net ook aangehaald hygiëne. We gaan zo straks daarop in. We gaan even naar een break en dan zijn we zo bij u terug. En we zijn terug met als gast dominee Michael Stewart. Mm-hmm. Meneer Stewart, maandag had ik in de studio de heer Codrington. En hij heeft inderdaad gesproken over zelfhygiëne. Zijn eerste opmerking was mijn lange nagels. En ik heb geluisterd, want zelfhygiëne begint bij jezelf. Als jij voorzichtig bent, voorkom jij eigenlijk dat het virus zich verspreidt. En inderdaad, ik heb mijn lange nagels verwijderd. En dankjewel door. Ik moet Sally bedanken daarvoor. Zij stond er helemaal open voor. En zij heeft gezegd, Pris, inderdaad, zelfhygiëne begint bij jezelf. En wij moeten met z'n allen als Surinamers voorkomen op verspreiding. Want we moeten het samen tegengaan. Meneer Stewart, wat zegt u daarop? Ik had het net over de regels die God ons heeft gegeven. Ja. Nou, onszelf reinigen, dat vind je in de Bijbel. Dat is een Bijbels principe, dat we ons moeten reinigen wanneer we vuil zijn, wanneer we dingen hebben gedaan die ons vies hebben gemaakt, dat we onszelf moeten schoonmaken. Dus inderdaad, ik ben ook blij om te horen dat je de adviezen van de heer Codrington hebt opgevolgd, omdat dat ook een van mijn dingen waren van, zie dames met lange nagels en ik denk, maar hoe was jij je nagel? Hoe was jij je handen? Zit je dan ook alle nagels allemaal één voor één te wassen? Ja. Nee. Dus het zijn allemaal dingen wanneer ik zeg dat God ons eigenlijk alle tools heeft meegegeven. Dus wanneer we in een crisis zijn en we in de rust zijn en gaan kijken, wat zegt God ons over hierover en hierover en hierover? En het toepassen, dan komen we eruit. Want het begint bij onszelf, wij kunnen het tegengaan. En als we alvast daaraan vasthouden, dan denk ik dat we een grote bijdrage zullen leveren. Daarom, we moeten niet zijn, ik ben hier als pastor, dus ik ga dit voorbeeld aanhalen. We moeten niet zijn als de mensen van de tijd van de ark van Noah. God geeft Noah de opdracht om de ark te bouwen, gaat een zonvloed komen. En de mensen bespotten hem. Ze geloven niet in het feit dat er een zonvloed gaat komen. En dagelijks werden er allerlei gekke dingen aan Noah gezegd, totdat de dag aanbrak. En Noah met de dieren en zijn gezin de ark inging en de zonvloed kwam. En een heleboel mensen zijn overleden. Mensen moeten dus weten dat ze geen grappen moeten maken met waarschuwingen van met name dingen die we om ons heen zien gebeuren van mensen die slachtoffers zijn geworden van het virus. Dat je alvast moet weten van, ik moet even rustig zijn hier, want wat er hier gebeurt is heel erg gevaarlijk.
Maar niet dat je maar bespot zoals je op de tv of op de radio of op het net ziet dat mensen allerlei grappen maken en bij elkaar komen en zeggen niks kan me overkomen. Dat is doen wat je wil en egoïstisch zijn ook eigenlijk. Behalve dat ze dom zijn, is het ook egoïstisch, want je gaat met jouw domheid ervoor zorgen dat andere mensen besmet raken. En dat moeten we niet tolereren natuurlijk, dat moeten we niet toestaan. Maar wanneer mensen dus werkelijk luisteren naar de Heere God, dan komen we er met z'n allen. Oké. Dominee, uw prognose omtrent de situatie? Ik ben gelovige. Ja. En ik geloof dat God ons gaat helpen. Maar als je praat over prognose, ja, ik heb geen prognose. Ik weet niet waar het gaat stoppen. Ik weet één ding. Mijn prognose en het geloof dat ik heb is dat God ons hier uit zal helpen en ons hieruit zal halen. En ik kan geen dag noemen en zeggen van over een maand, over twee, over drie. Want als je weer luistert naar al die deskundigen, vooral de gezondheidswerkers, de artsen en zo, daar heb je zoiets van. Even kijken wat er gaat gebeuren en hopen dat het kort duurt en niet van lange duur is. Ik heb geluisterd naar uw wijze woorden. Zou u misschien in gebed willen gaan nu, op dit moment? Ja, natuurlijk. Want iedereen zegt, Nagado wankayepuno. En we moeten sowieso inderdaad geloven en vertrouwen erin dat God ons kan helpen. En hij luistert naar ons als we tot hem roepen. En wat ik wil zeggen, want deze hele COVID-19, als ik nog een wat secondes heb om dat te zeggen, de hele COVID-19 gaat allerlei gevolgen hebben voor ons. En er zijn al een aantal psychosociale gevolgen, maar er zullen ook geestelijke gevolgen zijn. En als pastoors, als kerk, zullen wij ook in stelling moeten komen om mensen te begeleiden. De mensen die angstig zijn, dat we ze in de rust brengen enzovoort. En vooral dat we solidair zijn met elkaar. En weet je, die geest van eenheid, dat we die geest van eenheid samen met elkaar ervoor zorgen dat dingen goed komen. We roepen tot God, zoals vele pastoors, zoveel dat al doen in gebed. Maar vanuit de huiskamer naar de kijkers, denk ik dat het ook heel bemoedigend zal werken. Daarom dat ik ook in gebed wil gaan op dit moment. Hemelse Vader, wij komen voor uw genade troon. U ziet, Heere God, wat er allemaal in deze wereld gebeurt, van noord naar zuid, van oost naar west. Heere God, overal is dit virus bezig en boezemt heel veel mensen angst in. Vanwege het feit dat velen ziek zijn geworden, velen zijn overleden en de voorspellingen, Vader, dat de ziekte een gevaarlijke ziekte is. Wij weten, Vader, dat u een God bent die altijd klaar staat voor uw kinderen. En ootmoedig roep ik tot u als uw dienstknecht vanuit deze studio, Heere, om in te grijpen in deze wereld. En Vader, de macht en de kracht van dit virus te straffen in de naam van Jezus. Dat u onze wereld vrijmaakt, Vader Heer. Maar daarnaast dat wij ook luisteren naar u om deze ziekteaanval, deze ziekteaanval, Heere God, te breken. We bidden, Vader Heer, dat u met alle mensen wil zijn die, Heere, zo bang zijn dat ze niet eens durven te bewegen. Of om een deur aan te raken of om te gaan zitten. Vader, we raken zo paniekerig. Ik bid, Heer in de hemel, om met uw Heilige Geest die rust te brengen bij ons. Heer, we bidden voor de gezondheidswerkers die, Vader in de hemel, gevaar lopen om ziek te worden. De artsen, de verpleegkundigen, Vader. Wilt u ze bijstaan en wilt u ze bovenaan kracht geven om hun werk te doen. We bidden voor alle instanties die bezig zijn met instructies, die bezig zijn met maatregelen door te geven om ons, Vader Heer, erop te wijzen dat we er samen aan moeten werken in eenheid voor moeten zorgen dat dit virus ons niet de das omdoet. En we weten, Vader Heer, dat als we tot u roepen en als we daadwerkelijk naar u luisteren, o God, dat wij
de overwinnaars zullen zijn en dat wij heel gauw weer in die rust zullen zijn. Maar laat ons dan altijd gefocust zijn op u en weten, Vader Heer, want u wilt ons ook stilmaken onder deze omstandigheden. Dat wij, Heer, telkens weer eraan denken dat u God bent, dat u Heer bent en dat u in charge bent. En dat wij altijd gefocust moeten zijn op u. Niet alleen wanneer het slecht gaat, ook wanneer het goed gaat. We bidden u, Vader, wees met onze natie, wees met deze wereld. Raakt u alle zieken aan, alle mensen die getast zijn door dit virus. Schenk, Heere God, heling en genezing. En schenk u ook troost aan families, nabestaanden, Heere God, die mensen hebben verloren in de afgelopen periode. We geven u eer, we geven u prijs en wij bouwen en rekenen op u. Want u bent een God die ons zelf zegt in uw woord, dat wij stil moeten zijn en u zelf voor ons strijden. In Christus Jezus' heilige naam bid ik u dit. Halleluja. Amen. Amen. Dank u wel. Alsjeblieft. En ja? Kijkers, luisteraar, ziet u op deze Heer. Hij is de machtige. Hij heeft de controle. Laten we hem vertrouwen. En hij begeleidt ons. Hij gaat voor ons. Hij is achter ons, hij is naast ons, links en rechts, hij is boven ons. En bovenal ook onder ons om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. Mogen hij ons zegenen en ons halen uit deze crisis. Dank u wel, dominee Stuart. Nou, ik bedank u dat u voor ons in gebed wilde gaan, samen met ons. Vanuit de studio, vanuit ATV, want ook wij hier als personeel hebben het nodig. Wij kunnen niet zeggen, oké, is goed en vanaf vandaag hebben wij ook een shutdown. Nee. Het leven moet doorgaan. Absoluut. We moeten door blijven werken. Ik bedank voor uw aanwezigheid. Heb ik. Het was een eer. Graag gedaan. Heeft u misschien tot slot nog een boodschap naar de samenleving? Ik heb een aantal boodschappen gegeven. Ja? Wat ik wil het zeggen. Het belangrijkste. Nou, het belangrijkste is, mensen, zie op God. Vertrouw op de Heer. En angst is een grote vijand van geloof. Verdrijf die angst met het geloof in deze God. En hij gaat, deze God, in onze God, de God van hemel en aarde. En hij zal ons redden en bevrijden. Dank u wel, dominee Stuart. Nou, kijkers, dat was het voor de 6e aflevering van ATV COVID-19 Update. Luistert u goed, neem de voorzorgsmaatregelen in acht. De mensen die in thuis quarantaine zijn, blijft u thuis tot u genezen bent. Gaat u niet over straat. Brengt uw medemens niet in gevaar. Want samen zijn wij zeker sterk. En samen moeten we het doen om Suriname weer COVID-vrij te maken. COVID-19 vrij te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering. Bye bye.